Wij zijn de kidsporters van de Doktorenkraamschool en we hebben een probleem. Mannen en vrouwen worden niet gelijk betaald. En we hebben ook een oplossing, een vrouwelijke mispresident. Zo, weer een zware werkdag achter de rug. Ik ga mijn salaris halen. Ik ga met je mee. Jouw salaris en jouw. Dankjewel. Hoezo krijg ik 150 en hij 100? Omdat hij een man is. Maar dat is toch helemaal niet eerlijk? Ze doen hetzelfde werk en dan krijgt zij minder. Ja, Willem, ik wil toch echt even met je praten. Kom maar mee. Ik weet dat de wereld niet eerlijk is, maar dat wil ik niet ook op jouw bedrijf. Dus betaal die vrouwen ook maar lekker 300 euro. Okay. Ja, wij protesteren. Wij willen. Mannen moeten gelijke rechten. Vrouwen moeten gelijke rechten, net als mannen. Dus hebben we een idee. Een nieuwe president. Maar geen man, maar een vrouw. Ik ben de nieuwe vrouwelijke president. En ik ga ervoor zorgen dat de mannen en vrouwen even gelijke rechten krijgen. Lau vanuit de Dr. Kramerschool. Wat vindt u van om president te zijn? Ja, ik vind dat er een hele grote verandering is gebeurd. En dat vind ik heel fijn, want dan hebben nu mannen gelijke rechten als vrouwen en omgekeerd. Wat vind je ervan dat vrouwen net zo betaald krijgen als mannen? Ja, ik vind het heel fijn, want het zijn eigenlijk allebei gewoon mensen. En mannen en vrouwen moeten dan dus evenveel krijgen, want ze werken ook allebei even hard. En anders vind ik het niet eerlijk. Hallo, ik ben Julia van Kids Report. En de laatste tijd zijn er heel veel chagrijnige mensen in Amsterdam. En daar hebben wij een oplossing voor, namelijk meditatie. Onder de appelboom, onder de appelboom, pak me, kus me, zeg dat je van me houdt. 1, 2, 3. Onder de appelboom, onder de appelboom, pak me, kus me. Hallo! Wat moeten we doen tegen deze chagrijnige kleine jongetje? Dat kan toch anders, man? Dat kan toch anders, man? Help de geschiedenis vooruit, omdat het altijd anders kan. Stop, even kijken, want ja, ik zie het al meteen. Jongens, dit is een chagrijnige boel. Jullie moeten yoga doen. Stop. Yoga? Yoga? Ja, ik doe het voor. Maar ik wil geen yoga doen. Doe het toch maar wel. Zo. En adem in. Zo, en hoe voel je je hier nu? Ik voel me stukken minder chagrijnig. Yay! Mijn tijd is door, ik moet gaan. Zo, doei! Hé! Hey. Ik vond... Nou, dit was het dan. We hebben de oplossing gevonden. En, ja, en, dit was het dan. Dus, doei! 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 Hallo, ik ben Ramses van de Dr. Kramerschool en ons probleem is discriminatiepesten. En de oplossing is erover praten. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij de Dr. Kramerschool groep 7. Leuk boek? Oh ja, heel zeker. Heel informatief. Ik heb een vraagje. Wordt er hier op school gepest? Niet dat ik weet. Gaan we even aan de kinderen vragen. Hey, wat heb je een mooi hoofddoekje. Oh nee, toch niet. Ik vind hem best wel lelijk. Moet dat van je moeder of zo? Ja. Ik ben echt zielig. Juf, ze pesten. Oké. Hoor ik nou dat hier gepest wordt? Wie heeft dat je dat verteld dan? Guusje. Poesie. Poesie. Ga je meteen oplossen. Oké. Hoe zouden jullie het vinden als jullie gepest zouden worden? Nou, niet zo erg leuk. Nee, ga maar weer goed maken, handje. Sorry. Nou, dan ga ik weer verder met mijn boek. Waarom werkt het altijd? Omdat de pester die ziet dan dat hij iemand pest en dat hij dan dat het helemaal niet leuk is en dat hij het zelf ook niet leuk vindt. En dus ja, dan heeft het helemaal geen zin. Dan ziet hij dat het helemaal geen zin heeft om iemand te pesten. Oké, dankjewel voor het interview. Dat was hem. Doei! Tot de volgende keer. Ja, loopt ie? Ja. Oké. Hallo allemaal bij het nieuws voor vandaag. Mijn naam is Stuur en dit is van Kids Reporter. En hallo, hoe heet jij? Ik ben Mats. En jij? Ik heet Sally. Ik heet Gala.
Oké, okay, en wat waren jullie van plan? We hebben net een snoep gekocht en we gaan nu naar de speeltuin. Oké, okay, leuk. Dus deze drie kinderen gaan naar de speeltuin. Oplossing. Kijk even of er om de hoek geen wijkagent zit. Oh, wijkagent, kom snel helpen. Deze kinderen pakken snoep af. Hier is jullie snoep. Dankjewel. En dan gaan we weer spelen. En jullie, kom eens hier. Ja. Niet meer doen, anders krijg je een probleem. Ja. Nu door. Nou, meneer, bedankt voor uw hulp. Bedankt voor het roepen. Ja. Dat was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.